Het zou gaan vriezen, en niet weinig ook. Tijd om alle registers open te trekken om op de valreep van februari nog snel in Schaik een ijsbaan te kunnen aanleggen voordat de lente gaat toeslaan. Ja, welkom allemaal op het eerste toekomstige schaatsbaantje van de gemeente Landert. Op dit moment kan het nog gezwommen worden, maar er wordt weinig gebruik van gemaakt. De bedoeling is dat het morgen helemaal vol is. De brandweer komt nog ondersteunen morgen. En dan kan hier de komende week naar hartelust geschaatst worden. We zijn op zoek naar de nieuwe Irene en de nieuwe Sven. Kijken of er nog wat gouden medailles gewonnen kunnen worden over een jaar of 10, 12. Door enkele Schaikse schaatsers. En de komende week heel veel schaatspret hier. Koek en zoopje denk je erbij. Dus iedereen van harte welkom om hier een paar mooie slagen te maken. De warme chocolade uit het kraampje op de baan. Is het met zo'n ouderwetse winter nu voorgoed gedaan? In de schuur daar staat vergeten een verwoeste harreslee. En mijn oude Friese schaatsen haal ik nooit meer naar beneden. In de kast ligt nog een ijsmuts, een uit grootvaders tijd. Want de echte goede ijspret zijn we nu al jaren kwijt. Waar blijft die ouderwetse winter die zo vaak op foto staat? Ijslaag in de sloten en een dik pak sneeuw op straat. Mis de warme chocolade uit het kraampje op de baan. Is het met zo'n ouderwetse winter niet voor goed gedaan? Na een sneeuwbui in december kwam er wekenlang vertier. En de koude hartje winter deed ons werkelijk geen zier. Wanneer gaan we weer eens schaatsen? Wanneer vriest het dat het kraakt? Zijn die echte fijne winters ook al uit de tijd geraakt? Waar blijft die ouderwetse winter? Zo vaak op foto staat. Met een ijslaag in de sloten en een dik bak sneeuw op straat. Mis de warme chocolade uit het kraampje op de baan. Is het met zo'n ouderwetse winter nu voorgoed gedaan? Waar blijft die ouderwetse winter?